Aan de Lindestraat 28 in Asten laten de Atlantgroep en Oro zien waar een nauwe samenwerking toe kan leiden. Op één locatie worden de expertise van Oro, dagbesteding en zorg, en die van de Atlantgroep, duurzame arbeidsparticipatie, gecombineerd in één zogenoemde basisvoorziening. De officiële opening van deze nieuwe locatie en daarmee de aftrap voor het nieuwe samenwerkingsconcept vond plaats op dinsdag 19 mei. Anja Korsten, directeur Peelgemeente Oro. We hebben zo net de opening gehoord en u had het over een droom. Ja. Wat betekent dat? De droom is dat mensen met afsluiting tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, mee kunnen doen aan de samenleving. Dat ze kunnen participeren, dat ze elk op hun eigen niveau mee kunnen doen en dat kunnen doen waar ze goed in zijn. Dat is onze droom en dat is hetgene waar wij aan werken om te zorgen dat ze mee kunnen doen in de wijk. Dat ze bij een werkgever kunnen werken, maar als dat te hoog gegrepen, dat zij arbeidsmatige activiteiten kunnen doen of een bijdrage kunnen leveren in de vorm van vrijwilligerswerk in de samenleving hier in Asten en in Someren. Nou gebeurde dat wel al op een andere beperkte schaal, maar hier in Asten is toch helemaal nieuw? Nou, wat in het verleden zo was, is dat we een aantal locaties met name ook in Helmond hadden. In Asten hadden we nog geen locatie voor de dagbesteding. En we hebben toch gedacht, ook naar aanleiding van de nieuwe wetgeving, van wat zou het toch fijn zijn als je dicht bij je eigen huis een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. In de vorm van dagbesteding of in de vorm van werk. Dus wij hebben eigenlijk alle cliënten gevraagd, waar ben je goed in? Wat zou je willen? Waar woon je? En vervolgens gekeken, kunnen we dan zorgen dat we dicht bij huis jou aan het werk kunnen laten gaan. Nou, dus echt op maat? Echt op maat. We hebben geprobeerd om op maat mensen mee te laten doen. En ze krijgen ook begeleiding daarin? Ja, wij begeleiden ook cliënten. Wij begeleiden cliënten die in woonlocatie van ons wonen. Maar ook heel veel cliënten die gewoon in Asten wonen, waar je het soms helemaal niet aan ziet. Die begeleiden we ook vanuit deze locatie. Dat zijn dan bekende gezichten. En die begeleiden we dan bij het wonen, bij hun vrije tijd. Maar ook bij het werk of hun dagbesteding. We proberen ze ook daar mee te laten doen. Aan de maatschappij, want we willen eigenlijk allemaal meedoen natuurlijk. Dus, Nou is er dagbesteding en aangepaste werk. Is daar ook een beetje variatie in? Ja, eigenlijk heb je allerlei variaties wat wij doen. Wat zowel het land doet en wat wij ook doen, is we kijken naar de mogelijkheden. Wat kan je wel? En op basis daarvan proberen we werk te zoeken wat bij jou past. Liefst bij een werkgever. Hebben ze daar klusjes die passen bij onze cliënten of bij de medewerkers van het land? En je hebt verschillende niveaus. Van echt bij een werkgever zelfstandig werken, tot in groepjes samen bij een werkgever werken, tot in deze locatie werken, in de veilige omgeving, maar dan toch werkzaamheden waar werkgevers voor betalen. Of echt activiteiten in de wijk of in de veilige omgeving. Belevingsgericht noemen wij dat altijd. René Walenberg, algemeen directeur van Atlantgroep. Ja. Net is een project gestart, Atlantgroep en Oro bundelen expertise voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe is het project tot stand gekomen? Het project is tot stand gekomen, denk ik, mede door de nieuwe wetgeving die er aan is gekomen per 1 januari 2015. En daar hebben zowel Oro mee te maken als de Atlantgroep. En vanuit de participatiewet, waar de Atlantgroep vroeger in principe alleen medewerkers had vanuit de WSW, die gingen werken. In de participatiewet een veel bredere doelgroep. Er zijn een aantal doelgroepen bij elkaar gekomen die vroeger aparte regelingen hadden. En de doelstelling is zoveel mogelijk dat die mensen participeren. En participeren maximaal is regulier werken. En als dat niet kan, werken met loonkostensubsidie. En als dat niet kan, nou, dan kom je zeg maar in dagbesteding of arbeidsmatige dagbesteding. Omdat die mensen onvoldoende verdiencapaciteit hebben. Dat is eigenlijk de hele range. En omdat wij vanuit het verleden juist het werk hebben gedaan en dat ook participatiewet juist dat graag wil. En Oro met name aan die voor ons onderkant actief is in de dagbesteding. En wij zeggen van kunnen wij, want je moet met minder middelen eigenlijk hetzelfde doen. Kijken als wij in één gebouw gaan zitten en de begeleiding kunnen combineren. Zijn er dan inverdieneffecten waardoor je wel in staat bent dit te blijven bieden, maar dat tegen minder kosten kan. U wist door de veranderde wetgeving, was het dan ook van begin af aan duidelijk dat het zou gaan lukken? Ja, dat weet je op dit moment denk ik ook nog niet. Zoals bij de opening ook gezegd is, we zijn eigenlijk in februari opgestart.
Met name eerst met de mensen van Oro, daarna zijn de mensen van de Atlantgroep gekomen. Dus we zijn net eigenlijk een goede anderhalve maand aan de gang. Dus het is een beetje vroeg om daar nou conclusies aan te verbinden. Maar de insteek van het project is wel dat we dat voor langere tijd doen. We zijn een overeenkomst eigenlijk aangegaan voor 5 jaar. Nou, dat geeft al de intentie dat we echt heel serieus kijken of dit opties zijn die gaan werken. Ja, dat zullen we moeten beleven. Hè. Wetgeving is ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Er komen nog nieuwe dingen aan. Maar ik denk dat ook deze plek waar we nu staan de mogelijkheden biedt om bij wisselingen of andere regelingen in wetgeving makkelijk te kunnen bewegen. Nou, dat vind ik ook het grote voordeel, dat je dat vroeger veel minder had. En wordt er dan... Micha, je zit hier zo lekker te schilderen in de creatieve hoek van de dagbesteding. Doe je dat vaker hier? Ja, dat doe ik hier dinsdags en vrijdags. Dan ben ik hier aan het schilderen of iets maken van papier-mâché of zo. Dat is dit. En wat ben je nu aan het maken? Dit is de dikke dame. Micha, je komt hier dus vaker, maar wat doe je dan nog meer als een dikke dame maken? Ik doe op de computer zit ik. En af en toe doe ik mee puzzelen. Een puzzel maken of iets. Nou, je hebt de naaimachine. En dan zit je hier in Asten, ging je eerst ergens anders naartoe? Ja, naar Helmond. Naar Accent. En vind je het nou fijner om hier in Asten te zitten? Ja, ik zit nou wat dichterbij, hè. Dus ik kan met de fiets als het moet. Dus